Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Zoals jullie misschien wel weten, ik heb het al in een paar vlogs verteld, mag mijn beugel er bijna uit en om precies te zijn vanmiddag. Ik heb er super veel zin in, want intussen draag ik al 2 jaar en 2 maanden 2 verschillende beugels. En dat was ook wel echt nodig, want mijn tanden stonden schots en scheef. Maar voordat ik een beugel zou krijgen die mijn tanden recht zou gaan zetten, kreeg ik eerst een herfstbeugel. Deze beugel kreeg ik omdat mijn onderkaak eerst een heel klein beetje naar voren moest komen voordat ik een blokjesbeugel kon krijgen. Na ongeveer 3 maanden had ik nog mijn herfstbeugel in en toen kreeg ik op mijn bovengebied blokjes erbij. En na ongeveer 7 maanden kreeg ik ook op mijn ondergebied blokjes en toen ging mijn herfstbeugel eruit. Dus toen had ik alleen nog maar een blokjesbeugel, wat ik dus nu... Oké. 2 weken geleden heb ik een spalkje gekregen achter mijn boven- en ondergebit. En die zorgt ervoor dat je tanden niet weer scheef gaan staan als je beugel eruit gaat. Maar ik heb er echt, zoals ik al zei, super veel zin in. Want ik ben zo benieuwd hoe mijn tanden eruit zien zonder beugel. En hoe mijn hoofd er gewoon uitziet zonder beugel. Ik kan me eigenlijk niet zo heel erg goed voorstellen, zeg maar. Dus ik zou niet in mijn hoofd kunnen bedenken hoe het er zo precies uit zou zien. Maar vanmiddag gaat het dus eindelijk gebeuren. De grote dag. Zoals je merkt verheug ik me er dus echt al ontzettend op. En ik neem jullie mee zodat jullie dus ook kunnen zien hoe het er allemaal aan toe gaat als je blokjesbeugel eruit gehaald wordt. En heb je al net zoveel zin om bij me mee te gaan naar de ortho als ik? Laat het dan even weten door deze video een duimpje omhoog te geven. En dat te abonneren op mijn kanaal om deze video. Let's go naar de ortho! Goedemiddag is het alweer. Ik zit nu in de auto onderweg naar de ortho. Alleen er was dus 1 klein probleem. Want ik dacht dat mijn afspraak om 2:15 was. En nu wordt mijn moeder gebeld door de ortho. Ja, waarom is Bibi er niet om 12 uur? En dus bleek mijn afspraak om 12 uur te zijn. Dus er is even wat verkeerd gegaan, maar we zijn nu onderweg. Want we konden binnen een half uur alsnog terecht, dus dat is echt ziek fijn. Kijk nog even naar deze mond met ijzer. Ik ben heel erg benieuwd dat het dan helemaal voelt en zo. Dat mijn tanden weer helemaal zonder die dingen erop zitten. Dus ik ben benieuwd. Het is bijna... Nou, vandaag de beugel eruit. Ja. Ben je gewend aan de spookjes? Ja, een beetje wel, maar mijn tanden zijn nog een beetje opgezwollen. Ik weet niet of het normaal is, maar... Ik haal de blokjes van je tanden af. Dat doe ik met een tangetje. Ik haal ze 1 voor 1 af. Als het niet gaat, moet je even je hand versteken. Ja, is goed. Het ene blokje zit ietsje vaster dan het andere blokje. Oh. Ja? Ja? Ik begin hier beneden. Gaat het? Mm-hmm. Deze zit iets vaster. Leuk. Gaat het? Ja hoor. Oké, nieuwe bobo. Vaster. Zo. Dat is 2. Oké. Okay. Er zitten nog heel veel lijm op jouw tanden en kiezen van de broekjes. Dat haal ik weg met een bordje. Oké. Okay. En dat doe ik in 2 delen. Doe ik eerst met water. En daarna voor het laatste restjes zonder water. Als het niet gaat, ook eventjes aangeven. Ja. Nou, dan begin ik weer beneden. De meeste lijm is er af. Dan gaan we nu met een ander soort bordje de laatste restjes weghalen. Het kan een beetje stoppen aanvoelen. Mm-hmm. Maar als het droog is, dan kan ik het beter zien waar de lijm zit. We laten het eerst droog. Dan kan ik precies zien waar de lijm zit. Nou, hier zo zie je het verschil. Ik heb hier de lijm afgehaald. En hier zo nog niet. En dat kleurt dan ook grijs als ik er overheen ga. En hier zo niet meer. Je mag maar even spoelen. Voelt lekker glad hè, of niet? Ja, het voelt echt alsof je zo'n plakkaat kauwgom een beetje wel zo om je tanden hebt geplakt en zo er langs heen gaat. Nou, dat zijn dus je eigen tanden, maar je voelt een beetje achterover. Nou, deze tand is nu gedaan. En deze nog niet.
Je ziet hier nog een laagje lijm. En als ik er overheen ga met een instrumentje, dan wordt het ook helemaal grijs. Dus die gaan we ook nog doen. Ik ga nog even je tanden oppoetsen met wat tandjes staan. Dat ze nog gladder worden. En even een lekker smaakje. Poetsen wordt nu ook ietsje makkelijker zonder de blokjes. Dat dan lijkt zo groot, Paint. Het is wel echt heel mooi. Heel belangrijk dat je goed je tandvlees gaat poetsen. Mm-hmm. Want je ziet hier dat het een beetje ontstoken is. Dat is eigenlijk overal een beetje. Dus goed je tandenborstel schuin op je tandvlees zetten. Ja. En goed poetsen. Ja, komt goed. De beugel in de zakje. Oh, ja. Brandt hem lekker, of wat je ermee doet. Dankjewel. En was dat hem? Ja, hartstikke bedankt. Ik ben er heel blij mee. Mooi. Ik krijg ook nog een nachtbeugel, toch? Over 4 maanden gaan we kijken of dat nodig is. Oh, okay. Dus voor nu nog niet, maar nog 4 maanden. Okay. Nu de beugel eruit is, dan spat is alles op de plek. Mochten ze losgaan, dan kun je het dan weer verschuiven. Dat kan alleen in een paar dagen gebeuren, dan moet je echt beschreven stellen. Okay. Dus belangrijk, als ze los zitten, bellen. Okay. Ja, het komt goed. Okay. Komt goed. Mooi. Nou, gelukkig nieuwjaar vast en fijne feestdag. Ja, dankjewel. Dankjewel. Doei. Nou, daar zit ik dan in de auto zonder beugel. Mijn tanden lijken zo groot. Ik vind het echt oprecht. Ik ben er wel echt blij mee. Maar ik vind het oprecht dat ik mijn FaceApp filter lijk. Want je weet toch wel dat het zo'n app en dan kan je zien hoe je eruit ziet zonder beugel. En zo precies zag ik eruit. Ik dacht, nee, toch zie ik er niet uit zonder beugel. Maar het is wel echt, het is echt gek, maar het is echt mooi. Dus bij deze een hele dikke shout-out. En een bedankje naar mijn orthodontist Aldente. Want die heeft dit. Toch maar weten om te toveren in... dit. En ik ben er echt super blij mee, dus heel erg bedankt. Ik moet er nog wel heel erg aan wennen, maar wat vinden jullie er nou van? Laat even weten in de comments, wat vinden jullie mooier met beugel of zonder beugel? Ik toch echt zonder. En ik kreeg net ook nieuws, dat ik misschien niet eens een nachtbeugel hoef. Want ik dacht dat ik hem 2 jaar moest of zo. Maar ze gaan over 4 maanden kijken of ik hem moet. En dan, dan gaan ze gewoon kijken. En ik hoop dat ik hem niet hoef, want ja, het is natuurlijk een beetje vervelend. Maar het zou me ook niet heel erg veel uitmaken als ik hem wel moet. Michelle komt zo bij me, want die kan ook niet wachten om het te zien. Dus dat vind ik heel erg gezellig. En ik ga straks al mijn vriendinnen een foto sturen en een paar bellen. Want dat had ik beloofd, dat ik ze zou bellen als die eruit zou zijn. Dus dat ga ik even doen als ik thuis ben. En dan ben ik ook weer aan het einde gekomen van deze video. Vond je het nou leuk om met mij mee te gaan naar de orto om een beugel eruit te halen? Let het dan weten door deze video en duimpje omhoog te geven. En abonneer op mijn kanaal onder deze video. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Dus bij deze, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!